13. Man, 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 wat een avond. De eerste avond, we waren echt stiknerveus. Stiknerveus. 2 jaar niet gespeeld, hè. En we zijn er bijna door. Geweldig, dank jullie wel. Ontzettend gaaf dat jullie er waren vanavond. En dat jullie de moeite genomen hebben met alle maatregelen en gedoe dat er allemaal is. Fantastisch, fantastisch. Fantastisch. Ja, we dachten, laten we aan het eind toch nog even wat Nederlandstalig doen. Want er is natuurlijk waanzinnig veel Nederlandse muziek gemaakt. Nederpopmuziek, waanzinnige muziek. En we willen afsluiten. Ik zou zeggen, dim de lichten. We gaan een samenzang doen. En dat gaan jullie echt woord voor woord meezingen uit je hart. Want het is een nare tijd. En dit liedje is behoorlijk kenmerkend voor de jaren 80 en voor wat er in de jaren 80 gebeurt. En wie had gedacht dat 35 jaar later dit liedje nog wel redelijk actueel zou zijn. Eigenlijk tegen onze wil in, tegen ieders wil in. Niemand wil de situatie die als er nu is en jullie weten waar ik het over heb. Zullen we het samen doen? Dan komt ie aan. 013. Vlaggen en vaandels, waar Lenin en Marx nog steeds op een voetstuk staan. En iedereen werkt, hamers en sikkels, terwijl in parade de wacht wordt gewisseld. 40 jaar socialisme, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die heilstaat als er muren omheen staan? Als je bang en voorzichtig met je mening moet omgaan. Wat is die heilstaat? Zeg me, wat is die waard? Wanneer iemand die afwijkt voor gek wordt verklaard. En alleen de vogels vliegen van West naar Oost-Berlijn. Worden niet teruggevloten, ook niet. Over de muur, over het ijzeren gordijn, omdat ze soms in het westen, maar soms ook in het oosten willen zijn. Omdat ze soms in het westen, maar soms ook in het oosten willen zijn. Er wandelen mensen langs porno en piepshow, waar Mercedes en cola nog steeds op een voetstuk staan. En de neonreclames die glitterend lokken, kom dansen, kom eten, kom zuipen, kom gokken. Dat is nou 40 jaar vrijheid, er is in die tijd veel bereikt. Maar wat is nou die vrijheid zonder huis, zonder baan? Zoveel Turken in Kreuzberg die amper kunnen bestaan. Goed, mag demonstreren, maar met je rug tegen de muur. En alleen als je geld hebt, is de vrijheid niet duur. En alleen de vogels. To demonstrate for freedom.